Vandaag gaan we bij begrepen.be documenten scannen. Alleen, niemand gebruikt graag een flatbed scanner. Dat is een heel gedoe om dat boven te halen en klaar te zetten als je maar eens één keer iets moet inscannen. Daarom bekijken we vandaag hoe je kan scannen via je iPhone of je iPad. Blijf dus zeker kijken. Om te beginnen hebben we iets nodig om te scannen. Ziezo, een weekendmagazine van de tijd met een stukje over sneakers dat ik graag wil inscannen. Ik blader door het magazine totdat ik de pagina's vind die ik wil digitaliseren. Tijd om de iPhone erbij te halen. Ik open de app Bestanden of Files. In een nieuwe map, die ik op voorhand aangemaakt heb, hou ik mijn vinger even op het scherm tot er een menuutje verschijnt. Ik kies voor Scan Documenten. De iPhone schakelt door naar een app die lijkt op de camera. De automatische detectie geeft met een blauw kadertje aan waar mijn iPhone denkt dat er een document ligt. Omdat mijn document hier op een witte tafel ligt, is de app een beetje in de war. Ik druk op de ronde knop om de eerste scan te bevestigen. Op de scan kan ik nu aanpassen wat er wel en wat er niet bij het document hoort. Ik sleep de rondjes naar de hoeken van het document. Wanneer dat in orde is, kies ik rechts onderaan voor Behoud scan. Dat proces herhalen we voor elke bladzijde. Wanneer alles gescand is, klik ik onderaan op de miniatuurafbeelding om alle scans te bekijken. Ik kan ze nu nog bewerken of verwijderen. Als ik daarmee klaar ben, druk ik op Gereed om terug naar de cameramodus te gaan. Daar druk ik op Bewaar. De PDF-file wordt nu geüpload in de cloud. En daarmee is mijn PDF klaar voor gebruik. Ik kan hem delen, afdrukken wat je maar wil. Dat alles vrij snel en zonder extra toestellen of software.